Wow, absoluut geen slecht uitzicht om mee te ontbijten. Goedemorgen en we hebben al een winning in life vandaag. Geen bedbugs. Ik had zelfs gewoon een nachtmerrie dat ik wakker werd in deze kamer. En helemaal onder de bedbugbeten zat en alles. En toen werd ik wakker. Ik dacht echt, ik durf echt niet te kijken. Ik durf echt niet te kijken. En toen was er niks. Yes, winning in life. Aangezien het niet per se heel lekker weer is, zat ik gewoon in bed te chillen. Lekker dutje te doen. Weet jij het raam te kijken? Kijk nou. Palmboompjes. Ik kan wel zwemmen hoor. Het is niet koud, maar het is niet zo heet als wat gebruikelijk is. Ik denk misschien omdat het vanochtend geregend heeft of zo. En ik had ook gewoon zin om even gewoon goed bij te komen na die gekke reis gisteren. Dit is echt paradijs. Ik heb hier totaal 0,0 bereik. Er is geen wifi op het hele eiland. Bijna niet. Als er wifi is, dan is het gewoon fingers crossed dat die het doet. Kijk nou. Daar hangen gewoon bananen. Van een boom. Iemand zat daar net gitaar te spelen. Dit uitzicht, ik zal je zo even de zee laten zien, want het is echt prachtig. En hier achter me is gewoon jungle. Ik zag net ook eekhoorntjes over het dak zo wegklimmen. Het is zo gek, want ik ben nu pas eindelijk echt in the middle of nowhere. Natuurlijk met een prachtig paradijselijk strand en een jungle achter me. Maar nu ik echt geen bereik heb, gewoon echt, echt geen internet, kom pas echt tot rust. Heb ik echt het gevoel van. De zon is ook net een beetje gaan schijnen. Net nu ik bij het water kom. Maar ik ga eerst even eten en dan pas misschien zwemmen. Super mooi water hier, joh. Ja, dat gaan we straks even doen. Dank jullie wel voor alle complimentjes over mijn huid. Ik ben ook echt gewoon flabbergasted hoe insane goed het eruit ziet. Ik gebruik trouwens nog steeds elke ochtend en elke avond trouw mijn Zoetskin Health producten. Ik ben zo blij. Ik heb een groentecurry besteld. Ziet er zo mega lekker uit. En een omelet daarnaast in plaats van rijst. Dan heb ik ook nog iced tea hier zo. Lemon iced tea. Dit is een van de beste curries die ik ooit in mijn hele leven heb gegeten. Dus ik heb alle groenten opgegeten. Ik heb de omelet op. En ik dacht, ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om dit terug te sturen. I can't. Dus ik heb rijst besteld. I need to eat this. Oh my god, als je een cheap person bent, net als ik, dan moet je echt even deze video van Superwoman kijken. It's so true. Het is zo waar. I ate it all. En het was zo freaking lekker. Lol, het is 5 uur. Ik heb echt 3 uur lang aan het wifi-infuus gezeten. Maar oké, dan kan ik er de rest van de dag weer tegenaan. Het is niet makkelijk om van een verslaving af te kicken. Nu, lekker zwemmen. Wow, dat zijn vrij hoge golven. Maar we gaan toch zwemmen. Ziek, nou klein, kijk. Hallo. Hey baby kitten. Goeie, daar is je broertje. Oh. Ik heb gelukkig gewoon een koplampje op. Ik word helemaal lek gestoken door muggen, maar het kan me niet schelen. Dit is echt gewoon, geluk is een kat. Kijk ze nou, hoe we wild doen. Het waait buiten vet hard en volgens mij is het ook aan het regenen. Ik ben een tweede poging aan het doen om Dallas Buyers Club te kijken. Super chill eigenlijk om zo vroeg op de kamer te zijn. Het is nu, hoe laat is het? Het is 9:30. Ja, en normaal kom ik zeg maar pas om 9 uur. Ja, nee, om 9 uur ging ik pas avondeten of zo in een stad. Island vibes. Wow, dit is gewoon de eerste avond dat ik Stefan niet heb kunnen spreken omdat ik gewoon geen wifi heb. Ik heb geen bereik. Ik heb wel zeg maar 3G op mijn telefoon, maar als je geen bereik hebt, dan gaat het niet lukken. En het is ook de eerste keer dat ik me een beetje eenzaam voelde. Kan gebeuren, hè? Is ook menselijk. Dankjewel voor het kijken. Superleuk dat je erbij was. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je morgen weer.